Het afgelopen jaar was zakelijk best een succesvol jaar. Uiteindelijk is er op neergekomen dat we een hoog aantal uren hebben gedraaid. En dat betekent dus meestal een hoge bezetting. We hebben met z'n allen wel hard gewerkt, maar we hebben ook een hele periode in een dip gehad. Dat met name door de coronatijd. Ik kijk er ook wel op terug dat we een heel breed palet aan klanten hebben mogen ontvangen. Dus van de allerkleinste binnenvaartschip tot aan een hele grote hopperzuiger en alles wat ertussen zit. En ik denk dat Kooijman zichzelf weer heeft laten zien. Test, test. Hij loopt. Oké, gaan we lopen. Yes. Namens Kooijman Scheepselectro wil ik iedereen hele fijne feestdagen toewensen. En dat we met elkaar ook 2021 een fantastisch jaar voor willen maken. Het beste voor 2021. En een voorspoedig nieuwjaar van de corona af te zijn. Namens de draaierij, fijne feestdagen en een gelukkige 2021. Ja, de grootste uitdagingen voor het afgelopen jaar waren toch wel één, om de kwei op tijd klaar te krijgen. Ja, en dan echt voor mij persoonlijk vond ik de grootste uitdaging corona. Ik heb echt in alle hoeken zitten verzinnen hoe dat we en verantwoord kunnen werken en ook kunnen werken. Ja, waar ligt gezond verstand, waar ligt de wetgeving en wat kan je wel, wat kan je niet? We proberen toch alle klanten op tijd en tevreden op weg te helpen. Het grootste succes van het afgelopen jaar was eigenlijk wel de zwerfrein. Dat denk ik wel. We hebben toch wel laten zien dat je in korte tijd zoveel werk kan verzetten. En ik denk ook echt dat alleen wij dat kunnen door de engineering, de productie, onderaannemers zo nou met elkaar samen te laten werken in zo'n korte tijd. Ik ben er in ieder geval hartstikke trots op en we kunnen er met z'n allen trots op zijn. Goeiedag, hier vanuit Scheepswerf Kooijman OB. Namens de hele financiële afdeling van Kooijman Marine Group. Voor iedereen een fantastische feestdagen toegewenst. En een coronaloos 2021. Een gezond en vooral gelukkig nieuwjaar. Un feliz Natal y un buen nuevo. Vanuit Ierske wens ik iedereen fijne dagen. En hopelijk op volgend jaar een goede samenwerking. Good luck to everyone. Nieuwe jaar staan nog een aantal uitdagende projecten op stapel. Of die zijn weer in uitvoering. De planning staat goed gevuld. Ook de kawaiien die daaruit komen lijken goed te zijn. En dat zie ik wel positief in. Je ziet wat terughoudendheid in de markt. En daarnaast zie je een overheid die probeert de vloot te verduurzamen en te vernieuwen. Dus daar liggen kansen. Ik denk dat de hele energietransitie een stempel gaat drukken op de komende jaren. Het zal een geweldige verschuiving geven in hoe wij schepen aandrijven. En één ding weet ik zeker, het is heel veel technologie die daarbij om de hoek komt kijken. Ja, en daar zullen we het antwoord op moeten en willen geven. En daar gaan we volop op inzetten. Het meest kijk ik uit dat alles weer op een bepaalde manier tot rust is gekomen. Dat iedereen zijn vak weer op zijn goede manier kan uitoefenen. En iedereen weer volle gang vooruit kan. We hebben nu een aantal mooie aanvragen in behandeling. Zeer uitdagende projecten, zowel technisch gezien als commercieel gezien. Dat kan ook zijn op het gebied van kleine verbouw, nieuwbouw en uiteraard schades die ieder moment op kunnen komen. Ik hoop toch echt dat we daar het liefst allemaal tenminste eentje van mogen doen. Hallo allemaal, ik wil jullie allemaal een hele fijne kerst en een heel gelukkig nieuwjaar wensen. Vanaf de kade in Kooijman Zwijndrecht wensen wij iedereen een gelukkig nieuwjaar. Merry Christmas en a happy new year. Bij deze wil ik iedereen hele fijne feestdagen wensen en een gelukkig nieuwjaar. Namens Kooijman wensen wij u Merry Christmas en happy new year for everyone. Geniet ervan. 2020 was een bewogen jaar. We hopen u weer in goede gezondheid 2021 te mogen ontvangen. Ik wens iedereen fijne feestdagen. En een gelukkig nieuwjaar en we zien elkaar. Dan wens ik iedereen hele fijne dagen. Hopelijk met wat gezelschap erbij, in beperkte vorm wellicht. En in ieder geval een heel prettig nieuwjaar. Maar ik hoop toch dat iedereen ervan geniet, ook al is het met een kleine setting. En denk een beetje aan elkaar. Hopelijk hebben jullie een mooi 2020 achter je kunnen laten. En zien we elkaar terug in 2021. Houd de juiste koers. En hou je blik op de toekomst. Het allerbeste.